Ja, ik weet niet of dat vandaag de dag ook nog mogelijk is om zo radicaal te zijn. Cobrail was in de tijd dat ik bij de krant begon in 1975. Het was altijd zo onduidelijk waarom het was zoals het moest zijn. Nou ja, Appel is natuurlijk wel leuk. Ik geloof niet dat ik er ooit over geschreven heb. Mijn geest is wat analytischer. Ik kende dat ik een keer ook aan zo'n verfklodder van Karel Appels. Moet je nu niet bij je hart halen. Ja? Ik voelde of hij nog nat was. Het was ook zo. Sinds de minimal art is dat al het geval. Hoe speelt dus het onbenoemde, het ruimtelijke, het immateriële, hoe speelt dat toch net zo'n belangrijke rol als het materiële? Hoe kan André nu, heeft nooit de impact dan kan André toen. Hoe meer er weg kan, hoe meer je bij de kern komt. Ik begin vanuit mijn materie, dat is verf. Het is zo'n enorm man against canvas. Ding, maar het ziet er zo lekker uit, toch? Zo enorm mannelijk. Vergrotend en zo. Maar het is wel volgens mij heel erg met z'n allen een soort van een drive om iets te willen veranderen. En dat ook heel efficiënt te doen. In het Nederland van kort na de oorlog leek er weinig veranderd. De tradities van de jaren 30 werden in ere hersteld. Ook in de kunst kwam de oude, vooroorlogse verbeelding weer aan de macht. Maar in de schaduw van die restauratie ontwaakten nieuwe vormen en gedachten. De maatschappelijke inzichten zouden pas veel later, in de jaren 60 en 70, veranderen. Maar voor wie zien kon, werd in de beeldende kunst de breuk met het verleden al veel eerder zichtbaar. Na de oorlog kun je zeggen, de schilderkunst die als nieuwe kunst doorging, dat was eigenlijk de schilderkunst voor de oorlog. Dat was het surrealisme, de abstracte kunst, ja. Het dadaïsme. Het expressionisme, de fauvisme in Frankrijk, de École de Paris ging weer door. En dat werd gelanceerd als nieuwe schilderkunst, maar dat was niet zo. Dat was na de Eerste Wereldoorlog. Dus wij hadden de drang, de opstand om. We formuleerden dat om een nieuwe schilderkunst te brengen, een nieuwe groep. En daardoor maakten we ook een groep. De behoefte om iets te lanceren na de oorlog, een nieuwe kunst. Dus het is afzetten niet alleen tegen de culturele elite, maar ook tegen de gevestigde orde en de kunst die op dat moment geaccepteerd was. Hij was wel zo ongelooflijk goed. Want om zo woedend te zijn en dan geen bruin te krijgen en toch in de vlakken zo'n mooie compositie te blijven maken, dat is wel gewoon echt kunst. Dat is echt knap. Al voor de oprichting van Cobra in 1948 vormen enkele Nederlandse kunstenaars een eigen beweging. De experimentele groep in Holland. De groep bestaat uit het drietal Appel, Corneille en Constant. En de schilders Eugène Brands, Jan Nieuwenhuis, Anton Rooskens en Theo Wolvenkamp. Al spoedig sluiten de dichters Elburg, Kouwenaar en Lucibert zich bij de beweging aan. Al enkele maanden na zijn ontstaan wordt de experimentele groep Holland opgenomen in een internationale beweging die als Cobra bekend zal worden. Donc Kopenhagen, Bruxelles, Amsterdam. Dat is maar. Eigenlijk een jaar na de oprichting van Cobra, november 1949. Toen hadden we het uiteindelijk voor elkaar dat we een internationale tentoonstelling met alle mensen, vooral met alle Denen die nog volledig onbekend waren in Nederland. En dat is in zijn werk gegaan. We hebben gewoon die zalen gehuurd in het Stedelijk Museum. Het was als een schildersvereniging. Dat ging toen nog zo. We zijn in Sandberg gestapt en die heeft gezegd, ik geef jullie de zalen, ga jullie in gang maar en doe wat je wil. Weet je wel. Toen hebben we dus de tentoonstelling gemaakt. De dichters hebben een kooi gemaakt met al hun werk erin.
En nou, we hebben de doek opgehangen. Dat hebben alle van Eyck toen allemaal geregeld. Die hebben het allemaal ingericht. Dat helpt voor een kunstenaar als je als er vertrouwen in je is. Dat je dus iets doet wat goeds. En als er een groep is. Voor de wanden had ik niks, behalve schilderijen. Of niks. Ik bedoel niks van een maat die die grote zalen aankon. Dus toen dacht ik, we moeten een paar grote dingen hebben. En die moeten jullie dat maar tussen nu en volgende week schilderen. Toen heb ik dus dat voorgesteld. En daar krijg je natuurlijk meteen een soort van... Ja, als je een soort van uitdaging. De opening sprak Christian Dautremont. En toen kwam er ineens een heibel, zoals je dat noemde. Kwam de ruzie, want hij sprak in het Frans. En mensen gingen schelden en schreeuwen. En toen werd er gevochten. En toen was het een enorme bende. En Luce Berthe en de anderen pensaient que la soirée allait être une lecture de poèmes. Et les peintres m'avaient demandé de prendre la parole. Et je ne savais pas qu'on allait lire des poèmes, alors il y avait là un malentendu. Et alors il y a eu un scandale qui est venu donc de Cobra, de cette espèce d'anarchie de Cobra, et aussi de la violence, de l'exposition, etc. Et c'était magnifique dans la salle des dentelles du Stedelijk de Museum. Et donc j'insiste, c'est un scandale typique parce que naturel. Pas du tout calculé. Nou, dat werd ook geknokt daar. Ze hebben nog één de deur uitgegooid en één naast de deur gegooid. En dat werd een enorme knokpartij. We hebben dat allemaal enorm opgeblazen door de pers natuurlijk. Hè? Ja. Want die waren tegen ons. Die schrijven, zie je wel, een stelletje zwervers en rovers en opstandelingen in het museum en vechten. Kijk eens, ik heb altijd alleen naar de gekeken hoeveel ze schreven en waar het stond in de krant. Wat ze schreven interesseerde me niet. Ik kan niet praten voor de gehele kunstscene, maar ik denk dat het echt veel lastiger is nu. Zoals ze vroeger zaten ze in Montmartre of zo met z'n allen in een café en nu heb je wel iedereen op de WhatsApp, maar gewoon de groep of de soort de status quo van wat je met elkaar hebt. Is er niet echt. En ik zeg het niet zomaar, want ik zoek hem wel. Tegenwoordig geloof ik niet dat het mogelijk zou zijn om de mensen zo met kunst zo te exciteren als toen blijkbaar mogelijk was. Het is misschien ook door de geringe informatie en zo is dat toen mogelijk geweest, wat nu misschien niet meer kan met het hele bombardement van alles wat je te zien kunt krijgen en wat je kunt oproepen op via internet of wat dan ook. Ik bedoel, dat zijn situaties die je niet meer je kunt voorstellen hoe dat toen was. Cobra is echt korte met te maken met wat allemaal hoort. En helemaal gaan vanuit de vrije geest en man against canvas en niet nadenken en gaan. En dan heb je dus juist weer het het conceptuele minimalisme die dat eigenlijk veel te egocentrisch vond. En veel te veel met je hart in het doek. En die juist probeerde om weer wat meer afstand te nemen tussen en de persoon iets minder in het werk te stoppen. Je ziet bij Karel Appel zie je zo duidelijk dat hij dat schilderij heeft gemaakt en niemand anders kan dan. Het is zijn emotie en het is dat gevoel. En als je dus nadenkt over Stella of Solowit of eigenlijk veel van die kunstenaars, dat werk kan iedereen maken. Het is niet de ambacht die er toe doet. Het is op het idee een goed idee. Het moet het zijn, een goed concept. En in principe is het niet eens meer belangrijk of je het dan nog maakt. Het beeld is hier geen standbeeld meer. Het kan overal vandaan komen. Het hoeft niet op de grond te staan. Het kan uit het plafond komen. Het kan uit de muur komen. Het kan zich langs de grond of van de grond naar de muur bewegen. Het is een vrije architectuur in een ruimte geworden. Je kende van plaatjes dingen. En in het Van Abbe Museum waren Judd en Morris en Flevin al geweest in het kader van een tentoonstelling over de moderne kunst in New York. Maar daar was de overheersende indruk was toch van ietsje oudere, de jaren 50 Amerikaanse kunst. En dit was dus op dat moment ook heel... Ja, die kunstenaars waren pas een paar jaar bezig. We waren nog 28 of zo vaak. Hè? Dus Jean Lering was er heel vroeg mee in Eindhoven. Maar ja, daar ging het toch een beetje op in het grotere geheel. Maar dus toen Enno Develing dan in Den Haag die minimal art
met goed 10 gekozen kunstenaars presenteerde. Dat was echt heel overdonderend wel. In het Haags Gemeentemuseum gaat de Europese première van een nieuwe Amerikaanse kunstvorm, minimal art. Een kunstuiting die imponeert door afmeting en simpele structuur en tevens met een haast industriële vormgeving. Qua sfeer doen de geëxposeerde werken denken aan monumenten als piramiden, obelisken of hunnebedden. Je zag al die enorme objecten, want het waren grote formaten in het algemeen, die stonden zo door die ruimte verspreid. En dwars door de grootste zaal was een hek van, ik geloof, groene en rode TL-buizen van, of paars, nou, ik weet de kleur niet meer exact, maar van Flevin. En dat was, ja, waanzinnig. Het was echt een verpletterende indruk. Minimal art zijn vormen, grote, massieve vormen die gemaakt zijn voor een bestaande ruimte, toegespeeld op een bestaande ruimte. Eigenlijk is de grote vorm die minimal art in een ruimte plaatst, de binnenvorm van het uitwendige interieur. Wat hij zegt is in principe in 1 minuut deze werken reageren op de ruimte. En omdat hij dus de kans heeft om zo weinig te zeggen, omdat het oké is, iets wat dus nu nooit meer kan, dat past misschien ook wel waarom toen die kunst ook kon. Omdat er minder uitleg eigenlijk aan hoeft gegeven te worden. Nu wordt zoiets helemaal volgelopen met waarom iemand dat doet of hoe en wat het nog meer is. Het is niet genoeg om soms te zeggen, dit is dit. En that is it. Doordat dit zo weinig is, is het nog, alles mag erop geprojecteerd worden wat jij wil. One of the interesting things about minimal art is that it's not only involved in vision, but also in myth. I think when this is examined in the light of history, that it will prove to have surreal overtones, such as the appearance and disappearance of Andre's pieces, such as the idea of anti-art. In other words, minimal art has very little to do with structure or form. Het is natuurlijk ook aan de kunstenaar om zo te spelen met zijn publiek, iets, een object en alles wat jij daaraan meegeeft. Dan is dat is wat het is. Het is als de drip painting van Pollock. Dat is misschien een van de meest mythische schilderijen. Terwijl dat is in principe een doodgewone keukenopdracht voor Peggy Guggenheim. En nu is het wat er ook allemaal aan opgehangen wordt. Aan vooral, en dan dus vooral die minimalistische werken waar je dus veel meer verhaal aan kan ophangen dan het wat het allemaal met zich meedraagt. Vind ik het mooi dat iedereen daar een andere context van maakt. Ja, en is dat mythisch? Ja, eigenlijk is dat wel mythisch. All artists, I think, are mystics to this to the extent that they do something that's not been done before. And I think of it as like a leap, you know, that an artist goes off into some kind of unknown space. Het is eigenlijk ook het moment geweest dat de kunst het museum uit ging breken. Zeker omdat sommige van de minimal kunstenaars ook land art en zo gingen maken. Dus dan kreeg je echt het museum werd ook als het ware tot een soort probleem verheven. Hè? Van ja, is dat nog wel de juiste plek om kunst te tonen en de juiste context? Dus moeten we het niet buiten zoeken of op nieuwe plekken? En dat is eigenlijk wat dan ook begint. Dus, en met buiten tentoonstellingen waar minimal art getoond wordt en dingen verspreid in het land of in oude industriegebouwen of zo. Dat is eigenlijk een beetje wat in gang is gezet met die minimal tentoonstellingen. Cobra is maken vanuit het hart. En zeker wel nadenken over het resultaat. En de andere is maken vanuit concept. En een goed idee is alles wat telt. En die twee tegenovergesteld, het is nog steeds een keuze die je nu kan maken. Het
Dus je raakte langzamerhand vertrouwd met toch heel veel surrealisme en dadaïsme. Daar heb ik ook de eerste schilderijen, niet in het museum, maar op prentbriefkaarten van Danky gezien. En ook de Kiriko. Maar het ging allemaal op prentbriefkaarten. Eigenlijk of het een soort porno was. Dat zag je niet in musea. Dus je zag het niet zozeer op iconische tentoonstelling, maar je moest het zien te veroveren. Je moest er aanzien te komen.